Hallo iedereen! Hey allemaal! Dat is niet slecht. Hallo iedereen! Welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag paasmaandag voor ons, dus we hebben een chill dag, zoals je waarschijnlijk wel kunt zien. We hebben net allebei een workout gedaan, dus ik heb geen schmink op en Niels heeft een muts op. It is what it is. Maar het sneeuwt ook buiten, momenteel. Dus die muts past helemaal, hè. Ik heb echt al goesting om terug mijn kerstboom uit te halen. Kerstboom. Ik zeg kerstboom. Ik heb echt al zin om die terug te zetten nu. Ik heb zin in lekkere kerstjes nu dat jij kerstboom bent. Dat hebben we niet. Vandaag gaan we onze love story vertellen. Ik zag dat zo een paar keer voorbij komen bij een paar Hollandse YouTubers of Nederlandse YouTubers. En ik dacht, ah, dat is wel leuk. Ik zei dat tegen Niels en Niels zei, maar we hebben toch niks te vertellen. Maar dat is wel, hè. We hebben toch ook onze story. Ja, dat is waar. Dus we hebben elkaar leren kennen ergens in november. Ik ben heel slecht met datum. November, hè? Begin november 2019. Niels ging naar de kapper bij Mika al toen. En ik kende Mika via Laurens. En ik volgde Mika zijn kapperspagina of gewoon pagina. Oh, zijn privépagina. Maar. Ja, dus ik volgde die. En ik zag ineens een foto van Niels bij Mika dat klaar was of zo. Of een foto die jij had gepost in de barberstoel zo. Ja. En ik dacht, oeh, looking good. Ik had ook, ik was bijna een jaar vrijgezel. En dan had ik ook me zo voorgenomen van, oh, jongens, mannen. Ik laat het, het interesseert me niet meer, want alles viel zo wat tegen. En dan was ook, had ik gewoon gezegd van ik ga niet meer erop ingaan op mannen die mij sturen. En toen zag ik Niels, toen dacht ik, maar ik kan ook wel zelf sturen. En toen had ik zo van die handjes gereageerd, zo, die emoji. En toen... En iets van looking good, fresh. Nee. Cut of zoiets. Eerst die handjes. Ja, en toen heb jij naar mij gestuurd van, amai, het sneeuwt trouwens echt keihard ineens. Toen heb jij gestuurd van, dit was er voor. Ja. En toen stuurde ik van, er is nog niks gebeurd of zoiets. Hoe ziet het er dan nu uit, hè? Laat eens zien. En toen stuurde jij een foto. Toen zei ik, looking good. Fresh. Toen heb ik even mijn werk laten vallen. Hè. Ja. Toen ik was toen aan het werken. Op zaterdag was dat toen. Ja, al. Zaterdagochtend. Toen ging ik nog zaterdag werken. Ja. En, toen had ik daar nog tijd voor. Nu heb ik daar totaal geen tijd meer voor. Jawel. Geen tijd. Je moet de tijd met mij doorbrengen. En dan... Ja, dan hebben we heel de tijd gestuurd eigenlijk. Dat is echt zo... Niet meer gestopt, we bleven elkaar sturen op Instagram voor ik denk 2 weken ongeveer. Iets minder misschien. Mm. Nou, in die tijd was mijn oma en zo gestorven, dus ik had sowieso wel heel weinig tijd toen. Allee, heel weinig tijd, heel weinig goesting gewoon ook vooral om iets te gaan doen of zo. Maar je had me dat ook nog niet gevraagd. En dan één avond was ik denk de... dag na de begrafenis of zo. Ja, ik had eerst mij een truc toegepast van de Instagram voor uw nummer te kunnen krijgen. Had ik gezegd van, hier is mijn nummer, stuur anders maar een bericht, dat is makkelijker, want mijn meldingen van Instagram staan af. Ah, ja. Dus als ze dan een bericht sturen, dan weet je dat je goed zit, hè, snap je? Is dat? Ja, ja, dat is slim, hè, dat is. Maar ja, hallo, ik had u gestuurd. Oh, ja, dat dus kan. Dan wist je toch al dat dat goed zat. Misschien dat je tijdens het sturen of voor een irritante vent is daar. Ja, dat kan, okay, dat kan ook. Ja, voilà. Dat kan wel.
En dan op een avond was ik tv aan het kijken, rosé aan het drinken. En jij ook, bij u. En toen zei je van, oh, we zijn hetzelfde aan het doen. Kom anders naar hier en drink hier een rosé. En toen heb ik ook iets gezegd van, ah, je vraagt het toch? Ja, of zoiets, ja. Ik dacht dat je me niet wou zien, want je hebt nog geen ene keer gevraagd om eens af te spreken. En toen zei ik, ja, ik zit wel in mijn jogging, want het was echt 10 uur 's avonds. Op een door de weekse dag gewoon. Ik denk een dinsdag of donderdag, ik weet niet meer. En dat was echt zo gewoon door de week. En ik dacht, ja, oké. En ik zei, ja, ik zit in mijn jogging wel. En jij zei, ja, ik zit ook in mijn jogging. Toen heb ik nog heel snel wat make-up opgedaan. Want ik had al geen make-up meer op. Maar ik dacht, ik kan toch moeilijk zo naar daar gaan. Die zal ook denken van, oké, kom je zo zonder make-up? En dan zei jij iets van, ja, breng nog een fles rosé mee of zo van bij u. Als je nou, dat... die was op. Ik had niks mee. Ik had nu weinig nog. Want ik was de laatste aan het liquideren eigenlijk. Hè, daarom. En toen ben ik nog langs de nachtwinkel gereden, eerst hier. Ja, toen was het tijd voor corona trouwens. Dus de nachtwinkel was nog open, er was geen avondklok en zo. Dus dan ben ik rond 10:30 of zo aangekomen bij u. En ik was heel zenuwachtig, weet ik nog wel. En bel aan, want ik dacht ook van, oh mijn god, Alyssa gaat hier zo naar iemand die je eigenlijk niet kent. Nou, die zijn thuis en zo. Toen was ik zo even aan het flippen. En Niels doet de deur op. En Niels zegt tegen mij... Amai, je durft eigenlijk nogal, hè? Want zelfs de hele tijd ben ik een verkrachter. En ik stond daar echt zo van... Oh, shit. Zou ik terugdraaien? Of wat zal ik doen? En gelukkig was dat dan, ja, om te lachen natuurlijk, of course. Maar toch, ik dacht even zo van... Oh nee, ik ben al zo zenuwachtig. Maar je stelde mij wel terug... gerust erna. En dan ben ik bij u binnengekomen, hebben we rosé gedronken, 3 flessen of zo denk ik. Nee? Of 2 of 3? Ja, dat is ook mega lang bij mij gebleven, ja, tot s'nachts denk ik. Tot s'nachts 3 uur of zo? Nee, iets minder. Ja, half drie uur, ik weet het niet. Ja, ben ik bij Niels gebleven en Niels moest de volgende dag werken. Veel tijd, dat was een lange dag. Die moest dan 6 uur beginnen. Opstaan eigenlijk, ja, terug. Kwart na 6. En ik was pas om 3 uur 's nachts weg. Ik kon gelukkig mijn werk wel kiezen. Dus ik ben blijven liggen, dat weet ik nog. Maar dat was echt... ik ben niet daar blijven slapen. Ik ben nog naar huis gereden, hè, 's nachts. Hallo, ik kom er even tussen, want ik ben deze video aan het editen. En ik wil even zeggen, want ik zeg eerst, we hebben 3 flessen rosé gedronken. En dan dat ik nog naar huis ben gereden. Maar de 3 flessen rosé zijn redelijk in het begin van de avond al gedronken geweest. Dus ik ben niet zat of zo naar huis gereden. Ik was al terug zeer nuchter. En ook Niels heeft het meeste van de rosé gedronken toen. Dus... even disclaimer dat ik niet zat met de auto of zo naar huis ben gereden, dat jullie dat denken. Want don't do that, kids. Het was wel heel fijn. En ik heb toen ook de eerste move gemaakt om je te kussen. Ook redelijk op laatste wel, hè. We hebben echt gepraat van... Amai, het sneeuwt echt zo hard. Ik ga even laten zien. Kijk, dat is toch niet meer normaal? Het is 5 april. Damn. Oké, dat was de sneeuw. Ik was daar rond 10:30 of zo. En dan redelijk op het laatste voordat ik wegging, denk ik, heb ik u gekust. Ik dacht, ik zal hier maar een move maken. Aangezien alle moves aan mij zijn. Ik heb u gestuurd. Ik heb u gekust. Ja. Wat? Hard to cat spelen, maar het was mislukt bij mij eigenlijk. Hard to cat, zeg. Een man moet toch geen hard to cat spelen als een vrouw erachter loopt. Ik ging natuurlijk ook niet blijven erachter lopen, mocht Niels nooit gezegd hebben van kom naar hier of zo, dan was het ook gestopt ergens. Maar ja, misschien geeft dat een verkeerde indruk, hè, van
de eerste keer als een vrouw dat doet, ja, dan weet je dat het direct oké is. Hè. Ja, ik had graag thans ook wel wat bevestiging als jij mij had gekust. Ik heb je toch teruggekust, hè? Ja, dat is waar. Ja. En dan hebben we eigenlijk, ik denk dat dat, oh, ik weet niet, ik denk woensdag of donderdag was. En vrijdag zijn we samen op stap gegaan. Dan vrijdag zei Niels van, ik ga naar de Versus of Area V of wat is dat daar? Ja. Naar een feestje met mijn vrienden, heb je geen zin om mee te gaan? En toen zei ik, ja is goed. En dan ben je eigenlijk eerst naar mij gekomen. Ja. Ik ben en met dan, jullie meegereden toen, hè? Ja, dan heb je even, ik denk dat we 3 uren of zo bij mij hebben gezeten met ons. En dan zijn Delphine en Kenny gekomen. Ja. En Larissa ook. En dan ben ik gereden naar Area V. En dan zijn we daar op stap gegaan, dat weet ik nog heel goed. Konden ze niet van elkaar afblijven. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik echt, oh god, die mensen die rond ons moesten gestaan hebben. Moeten echt gedacht hebben van, huur een kamer, allee, of, kom aan, allee, zo. Ja, zeg, hé. Maar ja, oké. Het mag, hè. Ja, we hebben toen echt, ik denk dat ik geen één liedje heb gehoord en de hele avond heb gekust met u. Daar, echt zo tiener of zo. Maar dat was wel fijn. Nee? Ja, zeker niet. Ja. Maar dan ben ik, weet ik, ook redelijk op tijd doorgegaan van een feestje. Mm. En Niels is dan nog daar gebleven met zijn vrienden. Ik was ook Bob en zo, dus ja, ik had niet gedronken en ik was moe. En dan ben ik doorgegaan op tijd. Maar toen wist ik dat nog niet, dat je elke dag om 10 uur wou gaan slapen. Toen kende je me nog niet zo goed. Mijn boma-kantje. Mm. Ja, ik slaap graag. Hè. En dan... ja, dan hebben we elkaar gewoon, ik denk, om de zo 1 dag niet, 1 dag wel of zo gezien. En door de toch week... gekwend, hè, maar dat nu 1 dag ja. Wel, 1 dag niet, soms ook ja. 2 dagen niet, hè, nee, of een weekend. Maar zoiets, of... hè, alleszins. Ja. Of een weekend dat we samen waren of zo. En dan, door de week kwam ik meestal naar u en jij in het weekend naar mij. Ja. En ja, dat was eigenlijk vrij serieus direct. Ja, dat... Allee, zo, ja, de klik was er gewoon ja, zo goed. Ging wel gemakkelijk, hè. En dat ging allemaal zo gemakkelijk en was zo leuk. Maar ja, is nog altijd zo leuk en gaat nog altijd zo gemakkelijk, toch? Ah ja, en dan hebben we eigenlijk nooit echt gezegd tegen elkaar van, zijn we officieel samen of zo, hè? Nooit echt niet zo echt. Bevestigd, dat was gewoon zo, eigenlijk. En dan op 17 december 2019, dus maand en een half later of zo, hebben we op Instagram een foto gepost en dat is ook onze officiële datum geworden. Ja, die hangt daar. Ik weet niet of je het ziet. Ik denk het niet. Ja, echt heel lang. Ja, echt heel lang. Ja, dus we hebben dat zo niet echt bevestigd aan elkaar van, zijn we nu een koppel of hebben we een relatie? Dat is gewoon zo... Als het op Instagram staat, dan is het officieel. Dat is waar. En op Facebook vroeger. En op Facebook. Ja. Facebook maar het is echt niet normaal, hè. Alles ligt al van. Ja, ik ben afgeleid. Ik ben aan het zien. Ja, ik ben ook heel de tijd aan het kijken. Alles is gewoon wit. Ik ga zelfs kerstmuziek opzetten. En... Dat is echt niet normaal. Maar ja, zwart kan. Ja. En dan... Ja, onze volgende grote stap was eigenlijk dan een... Begin maart is kondigden ze een lockdown aan met corona. Dus we waren van november zo was samen en toen, ja, dat was toen zo heel fel natuurlijk van lockdown en vanaf 12 uur 's nachts mocht je nergens meer naartoe. We zijn eigenlijk van die regeling van dag om dag elkaar te zien eigenlijk, van dat, door de week en dat weekend, zijn we dan met die lockdown eigenlijk, heb jij toen gezegd van kom anders bij mij, hè, want ja, anders ja, kunnen we elkaar niet zien. Ja, met de katten en zo, hè, want van, je ja, wou eerst naar mij komen, ja, maar toen omdat Milky en Muffin dan een nieuwe omgeving weer al moesten werken, dus hadden dat we gezegd, dat gaan we niet fijn, doen. Ja, inderdaad, en dan hebben we gezegd van oké, kom jij naar mij. Ja. Dan had je echt zo alles bij, PlayStation, een hele valies echt zo ja, vandaag. Maar jij werkte toen nog, hè? Jij moest toen nog ja, naar Totally ja, ja. Toe ik en ging ik ging nog ik wel niet, naar Totally Toe tijdens de lockdown. Ja. Want je mocht wel essentiële verplaatsingen doen naar je werk of zo.
En dan, ik mocht toen niet werken. Nee, jij werkte niet, maar ik mocht als je nog moest werken. Dus bij Totally Too ging dat. Ja, als je dat kon of zoiets, telewerk of ik weet niet. Was dat toen al telewerk? Ja, ik denk dat wel. En dan zijn we eigenlijk direct van begin maart of was dat 12, 13, 14 maart of zo, tot mei ergens. Dat was wel even, hè. Tot 8 mei of zo moest je terug beginnen werken. Was dat anderhalve maand? Ja, zoiets denk ik. Bijna 2 maanden denk ik al. Ja. En dan werd elke dag samen geweest en dat ging zo goed. Ja, dat was wel. Dat was zo gemakkelijk en goed en fijn en... Dat we eigenlijk daarna hebben gezegd, tijdens de lockdown hebben we gezegd van, gaan we niet samen wonen? Ja, daar hadden we er zo wel naar gekeken, hè, maar het ging toen, hebben we toen ook niet naar een appartement gekeken? Ja, we zijn naar een appartement gaan kijken en naar... Maar was toen nog, toen was het nog lockdown? Ja, ik denk al dat... Niet, hè? Jawel, dat was, want dit hebben we in april gezien, hè, al eind april. Dat was toch eerst de andere was nog? Ja, de andere hebben we eerst gezien, ergens begin april. Ah, en dan stuurden de eigenaars van de andere huis van, ja, we hebben jullie niet gekozen. Die had denk ik iemand die ze kende gekozen voor dat huis, zei die. Maar we krijgen nog een huis te huur en dat was dit dan, dat was nog niet af. Ja. En daar zijn we, hier zijn we eind april of begin mei of zo naar komen kijken. Toen mocht dan net terug. Maar we zijn hier zeker 20 keer voorbij gewandeld toen, ja, met die lockdown. Toen, lockdown toen zeiden we altijd van, kom, we gaan nog eens naar het huis zien. Ja, toen wisten we dat we het kregen. Ja. Dan zijn we hier al zo voorbij gewandeld. Ja. En dan in eind juni zijn we naar hier verhuisd. Oh. Dus we hebben eigenlijk nog van mei tot juni zo terug op en af gedaan. Niels moest dan weer werken in Geel, dus die bleef weer op zijn appartement. Ging ik door de week weer naar daar. En het weekend kwam je meestal naar mij. Maar ja, dat ging zo goed, dus we zijn eigenlijk best snel gaan samenwonen. Maar ja, dat was gewoon zo goed en vlot. En ondertussen wonen we hier al 9 maanden. Ja. Ja, 9. Ja, ongeveer. Ja, zelfs 10 maanden. Ja, ongeveer, ja. Toch, ja. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje ons verhaal. Veel mensen vroegen hiernaar. We hebben niet het... Het was niet super spectaculair niet eigenlijk. Het spectaculairste verhaal, maar ja, ik weet niet. Dat was gewoon voor mij toen wel ook zo van, ik ga stoppen met daten. Alleen niet dat ik weet niet veel, hoeveel ging daten of zo. Maar ik heb toch zo 3 dates of zo gehad. Nou, dat was altijd iets wat ik zo miste. Ik ben ook denk ik niet heel gemakkelijk daarin. En toen kwam Niels zo op mijn Instagram tevoorschijn. Dacht ik, oh. En jij zou mij nooit gestuurd hebben, hè? Nou, nee, nu ken ik u, hè. Maar in het begin denken we helemaal anders over influencers, hè. Snap je? Dan denken die mensen die lezen hun pb's toch niet. Die krijgen DM's, elke dag... pb's, altijd, ja. Facebook. Oké, ja, DM's. Ja, die lezen hun DM's niet, of die krijgen elke dag 100 berichten van mannen. Dus ja, dan denk je al van, ja, pff. Maar ik was de vrouw, ben de vrouw van uw leven. Moest je mij versturen? Ja, maar dat wist ik toen nog niet, dat ik een vrouw van mijn leven was. Ik denk dat dat misschien ergens wel intimiderend is of zo. Omdat ik zoveel volgers had om dan te sturen. Dat zou je niet gedaan hebben. Maar je wist wel wie ik was, hè? Ja, ik had dat ooit eens gezien, denk toen met Gert Late Night, denk ik, heb ik dat zo eens wazig gezien, hè, want ja, ik zijn ook niet mee in het hele Instagram vlog gebeuren, nu snap ik, nu ben ik wel mee met de dingen door u, hè, maar ervoor had ik misschien, ja, ik heb nu nog niks op mijn Instagram staan, maar misschien vier foto's of zo, of 5 misschien, en dat waren er 6 dat ik zo. En dacht je dat ik een catfish was? Want dan vroegen er ook een paar. Nee, waarom? Ja, als je ziet dat blauw vinkje erbij staat en je hebt 300.000 followers, dan zullen we wel een catfish zijn. Hè? Want dan zijn er wel een hele goede catfish en kun je beter je originele naam erop zetten. Ja, dat is waar. En was je blij dat ik stuurde? Ja, natuurlijk. Wat dacht je toen? Hola. Dat is wel eens gewoon kinderke precies. Hela. Ja? Zo. Ja.
Ik heb toen direct de werken stopgezet. Ja. Bij Fredje toen. Ik zei, Fredje, ik moet even terugsturen, want het is belangrijk. Ik weet dat nog, ja, dat je zo aan het werken was. Dat ik zei, ah, mijn vrouw overal af. En dan zei je, ja, ik ben garagist bij Audi en blablabla. En ik zeg, ah, oké. Okay. Ja, good times, hè. Ondertussen zijn we een jaar en een half verder. Zeker, iets langer al. Dus ja, cute. Ja, het is toch nog altijd leuk, hè? Ja, het is belangrijk, altijd heel dat leuk. Ook. Ja, we klikken echt wel heel goed. Nu durven we soms is dat jij hier zit en ik daar zit. Als jij nog aan het werk bent of zo en ik ja, niks te doen heb, dan zal ik wel eens even PlayStation spelen, maar dat is mooi op elkaar afgestemd. Ja, dat maakt toch ook niet uit. Nee, maar dat we nu niet constant niet meer samen. Ja. Altijd. Ja, in het begin weet ik ook nog wel, dan keken we serie. Ja. En dan was die serie gedaan, Casa de Papel, en we hadden geen ene minuut gezien omdat we altijd aan het kussen waren. Dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Allee, we geven nog altijd heel veel kusjes en we kussen nog wel veel, maar niet meer. Ja, zoals nu doen dat. We dat meestal tijdens de pauze. Ja. Als ik zeg van kom even pauze en ik ga even roken hier en dan kom ik terug en dan, dan geven we wel eens een kusje. Hè. Ja, maar niet meer zoals toen. Dat was echt zo, ja, zo dat begin, hè. Die kalverliefde. Dat elke relatie denk ik wel, zo'n begin. Dat je niet van elkaar kunt afblijven, de hele tijd kussen, constant, non-stop. En dat mijn mond er wel pijn deed. Nee. Ja, dat was wel ook Ik heb er nog altijd die aft van overgehouden. Nee, dat is geen aft, dat is een scheur. Nee, dat is scheuren. Dat is van de kou, ik had dat vorige week ook. Dat is nog altijd van toen. Oorlogswondes, hè. Oorlogswondes. Allee, niet aankomen met je vingers. Je gaat dan steken, hè? Je ziet het, in dat jaar tijd heb ik niks meer te zeggen, zelfs niet over mijn eigen lip. Ja, maar die is de hele tijd aan het zeggen, dat gaat niet weg, dat gaat niet weg, dat gaat niet weg. En ik zie die constant zo. Of, ja, tuurlijk gaat dat niet weg, dan geneest dat lang? Nee. Nee, ik doe dat niet nog eens. Dan geneest dat niet, dat is toch normaal? Soms moet ik gewoon een beetje mamaatje spelen voor Niels. Over Niels. Huh? Dat is waar, ze is gewoon mama. Oké, okay, dat was het voor deze video. Onze love story. Oh, cute. En nog altijd hier en nog altijd heel happy, hè? Yes. Ja, we klikken echt zo goed. Ik had het niet anders gewild, het is goed gegaan, hè? Van in het begin tot nu nog altijd. Picobello in orde. Ja. Mooiste man. Knapje Lieke. Kom, ik ga de video afsluiten. Dan zijn we weer een uur aan het kussen en dan moeten we die op pauze zetten. Allemaal knippen. Allemaal terugspoelen, knippen. Hopelijk vonden jullie het leuk om onze love story te horen en een beetje meer info te krijgen over hoe dat bij ons is gegaan. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na en dan zien we jullie snel weer. Snel weer.